Hey guys, we gaan natuurlijk wat over vandaag doen met Civilization 5. Ik wil bijna subseries zeggen, ik wil bijna Transport Fever gaan zeggen. Ik heb veel te veel series lopen. Nee, maar nee. Vorige keer hadden we Mecca overgenomen, dacht ik. Dat was wel leuk. De stad is nog steeds aan het branden. Wat ik zag toen ik even aan het wachten was totdat ik. Dus de video ging beginnen. Ik zag dit: Diplomacy. Turns until the United Nations convenes. Dus wanneer weer gestemd is, 9. Maar turns until the next world leader proposal, 19. Dus over 19 turns wordt er gekozen wie de wereldleider zou worden. Als je dat bent, heb je het spel gewonnen. En wij hebben veel meer stemmen. Dus en iedereen stemt natuurlijk voor zichzelf. Dus ik ga dat sowieso winnen. Dus we gaan ook gewoon, we gaan dit spel winnen. En anders verwoesten we. Laten we proberen voordat dat gebeurt Arabië te verwoesten. Dat is de challenge. Utagawa Hiroshige. He's a great artist. This is Evening Shower at Atake and the Great Bridge. Sad, zoveel regen. Is leuk driehoekig. Vind ik mooi. Auw. Hoe raken ze dit vliegtuig met gewoon stenen die door katapulten worden geworpen? Hoe de fuck doen ze dat? How to lose? We hebben hier Domination Victory. Dan moet ik dus alle steden van iedereen hebben. Science Victory moet je de ruimteschip de lucht in sturen. Cultural Victory. Dat is met het toerisme. Diplomatic Victory. Door de World Leader te worden. Deze gaan we dus krijgen. Hè? De Diplomatic Victory. Wat hebben we dan nog meer? Niks. The End of Time. Schiet op Bagdad. Bombardeer Bagdad. En dan val Bagdad binnen. Boobidi boobidi boe. Dood. Ja, dood. En dan. Ze hebben alsnog een tank kapot kunnen maken, maar ja. Annex. Ga healen die tank. De meeste technologieën. Ik ruim naar Harun al-Rashid, maar die is zo meteen dood. Wat ik laatst ook zag. Weet je waarom Griekenland al onze city-states afpakt? Die heeft een voordeel met city-states. Namelijk, de influence gaat maar half zo snel weg. En gaat er dubbel zo snel bij. Dus dat is heel erg naar. Want, daardoor neemt hij ze de hele tijd af. Wow, dit is echt logisch. Er kan maar één wereldreligie per keer zijn. Nee joh, we hebben 3 wereldreligies. Oké, dat klinkt dan weer logisch. Fuck! Oeh, ik kan dit niet nemen. TGS Conference. Dat ik zo'n baas ben. Jullie gaan al... Ja. Waarom kan ik dat niet meer nemen? Ik vind dat geweldig. Delegates to win. Ik heb... Wat? No! Nee, ik ga niet eens winnen. Ik ga niet eens het ding winnen. Ik ga niet eens een world leader worden. Oké, dan moeten we weer verder gaan met world domination. Dan hebben we 42 voor nodig. Fuck! Dus, Oké, Venetië wil je alsjeblieft hebben. De helft op jezelf stemmen en de helft op mij. En dan heb ik gewonnen. Waarom kan ik niet gewoon even zeggen, zoals stem ook een beetje op mij. Dan heb ik gewonnen. Oké, we gaan dus geen world leader worden. Jammer. Heel erg spijtig. Oké, die atoombom is gegooid. Nog een atoombom op Medina. Welke, wat was die andere stad nou weer? Basra, waar de fuck ligt die? Hallo Basra, waar de fuck ben je? Oh hier, gevonden. Oké, neem je battleship daar even heen. En deze bezoeker mag dus alvast zijn. En rocket artillery. Rocket artillery, you can do this, mate. Oké, val Medina binnen. Mooi, annex the city. Hoe hebben deze, en vooral deze, de atoombom gewoon overleefd? Hoe werkt dat? Nou, geen open borders, jammer jongen. Waar de fuck zit Japan ook weer? Oh ja, hier. Zo'n hello, hier. Vonda. Ik denk dat ik voordat de world leader wordt gekozen, ik even gewoon Arabië moet weghalen. Misschien hebben we dan meer kans. Maar ik weet niet, maar je zei dat het wordt berekend op het aantal city states, dat het zelf blijft. En het aantal, hoe heet dat, het aantal spelers. Zoals we die omlaag krijgen misschien, of hij gaat omhoog of het gaat omlaag. Ik weet het niet. Als nou City State weggaat, zou ik verschrikkelijk vinden, want dan gaan we dood. Want dan hebben we dus minder mensen, minder delegates. Oh jee, ik heb een ding gecaptured. Jongens, ik heb misschien een manier waarop we wel de wereldleider kunnen worden. Kijk naar deze technologie. 1 extra delegate voor elke spy als een diplomaat in iemand anders capital.
Dus ik heb even al mijn spies naar de dingen gestuurd waarvan ik denk dat het de capital is. Ik had mijn spies, liet ik gewoon niks doen, dus ja. Ja, Constantinopel, dat is de hoofdstad. Dus dat is goed. Van Venetië is Venetië de hoofdstad, ja. Kyoto is de hoofdstad, heb ik ook goed. Londen is de hoofdstad, heb ik ook goed. Athene is de hoofdstad, heb ik ook goed. Dus ik ga het gewoon halen. Oké, wereldreligie, scientisme, helemaal. Helemaal 40 delegates naar heen. Daar. Ja, tuurlijk is die gepest. Iedereen zegt nee, maar ik zeg ja en ik heb alsnog meer. Oh, die gaat niet door. Nope. De oorlog is bijna voorbij. Hier in Afrika ding is het uitgevochten. Nu alleen nog maar hier in Spanje. Waar dit ding ook al klaar staat om te vuren. Ik vind het mooi. Eerst Griekenland als nieuwe ally. Dan denk ik dat de manen. Boom dood. Helemaal boom dood. We hebben hier twee nuclear submarines volgeladen met nuclear missiles. Geweldig. Trouwens, mijn battleship gaat dood. Even terug. Terugtrekken. Boom dood. Die was van de islam. Dus we hebben hem gewoon even doodgemaakt. Oh, wat zijn we weer erg, hè? Hoeveel reflecteert dit op de echte wereld? Wacht even. Vancouver is niet bang van mijn militaire kracht. Ik bedoel, wat? Vancouver, als je het leuk vindt, kan ik ook even 4 kernraketten op je gooien. Ik vind het ook goed, hoor. Maar serieus, meen je dit? We hebben nu gewoon geen infanterie. Oké, infanterie uit hier. Kom. Hierheen. We hebben nu 47 en we hebben 42 nodig. Yes! Yes, we gaan het winnen. Yes! Dit nog, moeten we nog even volhouden. Even volhouden. Boobidi boobidi. Dood. Ja, je bent verslagen, jongen. Ja, hier, kijk, we kunnen al zien, hè. Japan, weet je, allemaal krijgen ze 4 delegates van 1 civ, dus het is heel erg normaal. Hier, onze influence met Samarkand is bijna gedecayed waar we geen allies meer zijn. Maar dat maakt niet uit, want deze turn gaat toch allemaal eindigen. World Leader, TGS Empire. En 42 hebben we nodig. Boom. Anders, dit is wanneer het gaat gebeuren. We gaan gewoon winnen. We hebben dit seizoen gewonnen. Dit was de seizoensfinale. Ik had dat niet eens. Ik had me daar niet eens op voorbereid. Toen deze aflevering begon. Dat dit seizoensfinale zou zijn. Maar dit is. Ja, dit is de seizoensfinale. Zo meteen hebben we gewonnen. Dus eindelijk. Nou, niet eindelijk. Dit was een heel erg leuke serie om te doen. Ja, dat was een geweldige serie om te doen. Ik ga ook zeker door. Het is niet dat Civ 5 nu gaat stoppen. Dit was seizoen 1. Volgende keer gaan we als een andere Civ. Gaan we weer bezig. Dit was gewoon seizoen 1. Nee, maar dit was een leuke serie. Er kwam heel veel support, was er. Hè, dank jullie wel. Het was echt wel leuk. We krijgen allemaal shit, maar wat hebben we eraan? Ik bedoel, we hebben toch zo gewonnen. Ja hoor. Gewonnen. Nu hopen dat ik niet een dictator ben en zo. Nu. Ja oké, de hele wereld is voor mij. En nu gaan we het helemaal kut maken. Daar heb ik niet zo zin in. Wij begonnen hier volgens mij, dacht ik. Ik ga gewoon even langzaam laten spelen. We breiden hier al uit. China begon hier. Er zijn heel veel city-states ook. China, daar lag Beijing dus. Socialen hadden nu al 2. Griekenland groeide echt heel erg snel met al wat nieuwe steden. Wij hadden ook al redelijk snel nieuwe steden. Hier hebben we nu 3. Griekenland heeft al 4. Nou, hier hebben we ook al heel wat. 1, 2, 3, 4, 5. Langzaam, dat ging wel langzaam. 6. Er was Sint Maarten is nu gevormd. Ik zei die anders, nu is Sint Maarten. Griekenland werd gewoon. Dit is Sidon volgens mij. Al hier begonnen we dus dingen over te nemen, China. Boom. 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 Hier hebben we nu een stad op tegen het eiland. We hadden hier Madagaskar. Hier in Australië.
En ze vlak erna maar hadden ze hier een stad. Ik wou even weten wanneer die stad was gemaakt. Oké, maar dat was een Civ 5. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het een geweldige serie om te doen. Ja, ik heb dit allemaal gezegd, maar dat was heel erg leuk. Zoveel support. Jullie vonden het ook volgens mij een heel leuke serie. Maar nu is die afgelopen. Nu gaan we opnieuw beginnen. Zeg me ook even als welke Civ ik opnieuw moet beginnen. Hoe ik het dan moet doen. Op welke map moet ik... Earth map. Ik ga waarschijnlijk Earth map doen, maar als jullie een beter idee hebben. Ja? Maar dit was Civ. Seizoensfinale. Vonden jullie dit nou leuk? Smash het like button. Smash ook even de like button als je meer van wilt zien. Abonneer als je meer van mij wilt zien. Reageer wat je de volgende keer wilt zien. En ik zie jullie later. Bye. Bye.